Welkom bij Beeld en Geluid en welkom bij de News of Nonsense expertlezing van Griselda Molemans. Gekoppeld aan de tentoonstelling bij Beeld en Geluid, News of Nonsense, de Media Mindfuck, organiseren wij maandelijkse expertlezingen waarin journalisten uitleg geven over de werking van journalistiek en nieuwsmedia. Dan wil ik nu graag het woord geven aan Griselda. Altijd weer is het een gebeurtenis als er schepen de nieuwe waterwerf binnenkomen varen of naar een ons onbekende bestemming vertrekken. Vanouds hadden we een drukke vaart op Indië. Maar na de soevereiniteitsoverdracht in 1949 was dit vervoer eenzijdig geworden. Het werd een trieste intocht van een paar honderdduizend landgenoten. Met een vloot van 94 gecharterde schepen werden Nederlanders uit Indonesië naar het koude, verre moederland gebracht. Velen hadden ons land nog nooit gezien, maar allen hadden zij hoop op nieuwe toekomstmogelijkheden voor hen en voor de kinderen. Anderen kwamen door de lucht. Er waren tientallen vliegtuigen voor hen gecharterd. Dat de koningin vele malen bij aankomst tegenwoordig was om zich persoonlijk te overtuigen ofwel alle voorzieningen voor de opvang waren getroffen, sterkte de repatrianten in hun vertrouwen dat ze thuis waren gekomen. Dames en heren, goedemiddag. Hartelijk dank voor uw aanwezigheid, voor deze grote opkomst. Het fragment waar u net naar keek, dat heeft voor een heel groot gedeelte de beeldvorming over de repatriëring tussen 1950 en 1970 bepaald. En hij staat gearchiveerd als documentaire, het duurt ongeveer een uur. Als u hem wilt zien, kunt u een afspraak maken hier bij Beeld en Geluid om hem volledig te bekijken. Maar let op, want de oorspronkelijke titel van deze, ik noem hem nog even, documentaire, is Fremden ins Heim. En de reden dat het een Duitse titel draagt is dat de producent ervan een Duitser is. Het gaat om Karl Nowak, die in 1958 las over een enorme, omvangrijke spoedevacuatie die vanuit Indonesië naar Nederland op gang was gekomen. En hij was zo geïntrigeerd door wat daar speelde dat hij zich afvroeg, hoe doen de Nederlanders dit? Als er zo'n 100.000 staatsburgers en ook onderdanen weg moeten uit de voormalige kolonie, hoe gaan ze die mensen opvangen? Hoe organiseren ze dat? Nowak nam contact op met in eerste instantie het ministerie van Sociale Zaken, maar werd doorverwezen naar de Rijksvoorlichtingsdienst. Nou, nu wordt het interessant. Want de RVD stelde als eis dat de reportage die hij wilde maken alleen gedraaid kon worden op basis van een draaiboek dat de RVD schreef. En laat ik nu bij stom toeval tijdens de vele jaren archiefonderzoek in het Nationaal Archief op een gegeven moment dat draaiboek van Nowak tegenkomen. En wat je daaruit leest is dat ieder shot, echt werkelijk ieder moment, bijna iedere beweging van tevoren is doorgesproken. Je kunt dus eigenlijk zeggen dat dit geschript is. Dus de vraag is dit een documentaire? Nee, het is een voorlichtingsfilm. Want die is namelijk gebruikt om zoveel mogelijk Nederlanders ook uit te leggen wat die achtergrond was van de komst van zoveel landgenoten, zoveel Nederlanders. En de term repatriëring is natuurlijk ook een hele interessante. Want kijk je naar de letterlijke betekenis, dan is het natuurlijk terugkeer naar je land van herkomst, terugkeer naar je vaderland. En wat daarmee eigenlijk, wat er omheen hangt, dat is goede zorg, overheidssteun. Laten we even focussen op dat begrip repatriëring. Want dat was direct na de bevrijding van Nederland, de bevrijding van de Duitse bezetting, op 5 mei 1945, was het al een behoorlijk ingeburgerd begrip geraakt. En dat kwam omdat er op dat moment ook heel veel Nederlanders elders verbleven. En dan heb ik het natuurlijk over de overlevenden van de vele vernietigingskampen, de Duitse concentratiekampen en ook de vele dwangarbeiders die ingezet werden in de Duitse industrie. Al deze mensen, er waren natuurlijk niet zoveel overlevenden van die afschuwelijke kampen, maar het ging toch om een behoorlijk aantal mensen. Iedereen moest teruggehaald worden naar Nederland. En de zorg daarvoor die werd verricht door de repatriëringsdienst. Dus die hadden al een aardig netwerk opgezet. Er waren al locaties gevonden om zoveel mogelijk mensen uit Duitsland en Polen en ook uit Zweden en Rusland terug te halen en goede zorg te bieden.
Dat is dan de zomer van 1945 en in Nederland dringt mondjesmaat het nieuws over de kolonie. De kolonie 14.000 kilometer naar het oosten dringt door. En ja, wat weten mensen in Nederland? Dat de kolonie bezet is door het Japanse keizerlijke leger. En dan volgt begin augustus het nieuws dat er een bom op Hiroshima is gevallen. En er volgt een tweede, 3 dagen later op 9 augustus op Nagasaki. En dat dwingt uiteindelijk de keizer, de Japanse keizer Hirohito, om de capitulatie van zijn leger en marine aan te kondigen. En de verwachting in Nederland is dat het eigenlijk in Nederlands-Indië precies hetzelfde zal zijn als in Nederland. Feest. Grote feesten, omhelzen van elkaar en vooral drinken op een goede toekomst. Maar dat is niet het geval. Want wat al heel snel duidelijk wordt, is dat er een ongelooflijk groot probleem is direct na die capitulatie. De Japanners hebben geen taak meer, hebben geen functie meer in de kolonie. Maar wat er wel aan de hand is, is dat de inheemse bevolking, de Indonesische bevolking, haar kans ziet om dat is degene bij monden van Sukarno, de grote leider in feite, om de onafhankelijkheid uit te roepen en te stellen dat de kolonialen uit Nederland niet langer de baas zijn. En de consequentie daarvan is dat er letterlijk gejaagd wordt op alles en iedereen die Nederlands is. En dan even voor de duidelijkheid, dan heb ik het natuurlijk over de Nederlandse uitgezonden staatsburgers. Blank mag ik, tegenwoordig moet je wit zeggen, dus blanke, witte, uitgezonden Nederlanders. En daarnaast, belangrijk punt, de gemengd bloedige Nederlanders. En voor degene onder u die daar niet zo mee vertrouwd zijn. Het unieke aan de kolonie Nederlands-Indië is dat er in feite een nieuwe bevolking is ontstaan, een nieuw ras. Door vermenging van uitgezonden Nederlanders en inheems Indonesische vrouwen. En daar zijn zogeheten Indo-Europeanen uit voortgekomen. Was je als kind erkend door je Nederlandse vader, was je op slag staatsburger. Dus ook op de vele Indische Nederlanders wordt gejaagd. En gejaagd met bamboespieren, zogeheten bamboeroochings. Hier is een afbeelding van een grote massa Indonesische zogeheten pemuda's, jonge mannen, die dat ideaal van onafhankelijkheid na al die jaren, na 350 jaar bezetting door Nederland, hoog in hun vaandel hadden. En u ziet die bamboespieren, die beruchte speren. Ik vertaal alleen op van dit plakkaat de onderste regel, Musuhanchur, dood aan de vijand, de Nederlandse vijand. En stukje bij beetje dringt in Nederland door hoe ernstig deze kwestie is. Dat er Nederlanders worden vermoord, schatting, tussen de 8 en 10.000, het kunnen er ook meer zijn geweest. Maar de repatriëringsdienst wordt aangestuurd door de Nederlandse overheid, door de regering. En krijgt als opdracht, regel zo snel mogelijk troepentransportschepen naar de kolonie. Want onze mensen moeten daar weggehaald worden. Niemand is zijn leven meer veilig. En dat gebeurt vervolgens. Tegen de klok in regelt de repatriëringsdienst transportschepen. En de volgende schakel in de opvang is het Centraal Bureau Verzorging Oorlogsslachtoffers. Rode Kruis is de derde schakel. Die zorgt ervoor dat er grote, echt kilo's kleding verscheept worden naar dit plaatsje. Dit is een foto van Ataka. Dat is een klein plaatsje langs het Suezkanaal. En dat was altijd een Brits depot. Daar stonden nog na de oorlog grote loodsen. Daar werd al die kleding ingestouwd. En de mensen, de eerste repatrianten die op weg waren naar Nederland, werden daar aangekleed. Want niemand had meer iets. Mensen zijn echt op dat moment echt letterlijk gevlucht met alleen de kleding op hun lijf. Iedereen kreeg een plunjezak uitgereikt en worden hier feestelijk uitgeleide gedaan door een medewerker van het leger. Goede reis, op weg naar Nederland. Die opvang die was door de repatriëringsdienst opgezet, maar het was zwoegen. Want waar was na de oorlog in Nederland, wat voor een heel groot gedeelte plat gebombardeerd was, waar was nog ruimte? Badhotels. Dat was het eerste waar de repatriëringsdienst op kwam. Langs de Nederlandse kust stonden tientallen, misschien wel 20, nou richting 100 badhotels leeg. Van toerisme was geen sprake. Dat waren de eerste hotels die gevorderd werden voor de opvang. Daarnaast iedere vorm van pension. Klein, middelgroot, groter. Als er maar mensen opgevangen konden worden. En voor heel veel mensen die op weg gingen naar Nederland gold dat ze familie, natuurlijk, de meeste hadden familie in Nederland, want daar kwamen ze oorspronkelijk vandaan. Alleen niet iedere familie was in staat, na de oorlog, om hun directe familie, hun neven, nichten, ooms, tantes, op te vangen. Dus veel ook van de uitgezonden Nederlanders moest tijdelijk in een hotel, een badhotel of een pension wonen. En dit is een bijzondere opname, dit is namelijk Paleis het Loo. Degene die het beste voorbeeld gaf was koningin Wilhelmina. Door een bediende vleugel van het Loo open te stellen. Waar ook
repatrianten opgevangen werden. En Wilhelmina had gezegd, van, nou, doe mij vooral dan officieren van het KNIL en hun weduwe en de weduwe van verzetstrijders. Die zijn van harte welkom. En die impliciete boodschap van die opvang is dat Wilhelmina probeerde om zoveel mogelijk Nederlanders in het bezit van een huurhuis of een eigen woning aan te sporen om hun eigen woning open te stellen. Want al snel bleek dat met een toestroom van ruim 100.000 repatrianten, dat het niet ging lukken om iedereen in hotels en pensions onder te brengen. Dus de vraag was, stel je huis open, verhuur een kamer, je wordt ervoor betaald door de overheid. Want let wel, die hele opvang werd door Nederland, door de Nederlandse overheid betaald, uit de schatkist met Nederlands-Indië. Houd het ook eventjes vast. Wat voor opvang was er nog meer direct na de oorlog? We focussen even op het plaatsje Bloemendaal, waar zo'n 5000 mensen in de zorg kwamen. En dit is de Villa Carmel, waar 20 gezinnen werden ondergebracht. En dit zijn de 3 kinderen Schreuder. Let vooral op de kleding. Dit is nou een typisch voorbeeld van de kleding die in Attaka is uitgereikt. Het is niet het meest modieuze, met een pluvoer, maar het was warme kleding en iedereen was daarmee gewapend tegen de winter. In eerste instantie, en niet zo'n fijn detail om te vertellen, in eerste instantie was de bepaling dat alleen in Nederland geboren en uitgezonden Nederlanders terug mochten keren naar het vaderland. En letterlijk werd in de maand september, september-oktober 1945 tegen de Indische Nederlanders gezegd, jullie zijn hier geboren, dus blijf maar op Java, kan je daar recupereren. Maar dat ging natuurlijk niet. Dus al heel snel werd duidelijk dat ook voor Indische Nederlanders het levensgevaarlijk was. Dus zo kwamen in meerdere golven uitgezonden Nederlanders en Indische Nederlanders in de zorg in Nederland. En voor de hele grote groep Indische Nederlanders gold, het was een tijdelijk verlof, het was om bij te komen van die oorlog. Sommigen waren geïnterneerd, anderen moesten als buitenkamper de oorlog overleven. Maar iedereen was toe aan rust en veiligheid. En het idee was dat ze, zodra ze opgeknapt waren, allemaal teruggingen naar Nederlands-Indië. En dan wordt het 1 augustus 1948. En de regering Schermerhorn denkt, het is gebeurd. Want het was een kalme zomer. De eerste politionele actie was afgerond. En het was een wapenstilstand in Nederlands-Indië. En de overheid was ervan overtuigd dat alles weer bij het oude zou worden. Alles zou weer zijn zoals voor de oorlog. Dat betekende dat de kolonie alsnog een wederom Nederlands grondgebied zou worden. En, zeer belangrijk, ook weer de nodige retenue voor de Nederlandse schatkist zouden opleveren. 1 augustus 1948 is het werk van de repatriëringsdienst ten einde. Precies een week later wordt het volgende kabinet geïnstalleerd. Het Paleis Soestdijk verwacht de nieuwe ministers voor het kabinet Drees van Schaik, die door de prinses regentes zullen worden beëdigd. Meester Weijers krijgt het departement van Justitie, meester Sassen de portefeuille van overzeese gebiedsdelen. Sociale zaken ligt in handen van meester Joekes, sinds 1925 onafgebroken lid van de Tweede Kamer. Meester Stikker wordt minister van Buitenlandse Zaken. Professor Rutten zal onderwijs, kunsten en wetenschappen beheren. Meester Schokking het ministerie van Oorlog. Het voltallige kabinet, waarin 7 van de oude ministers zijn teruggekeerd, bestaat uit de heren Drees en Van Schaik, Sassen, Gutsen, Van Maarseveen, Van den Brink, In 't Veld, Liefdink, Mansholt, Weijers, Schokking, Rutten, Joekes en Stikker. Dit kabinet treedt aan in een tijd waarin omtrent de structuur van het Rijk belangrijke beslissingen moeten worden genomen. Er zit een doublure in dit fragment, dat geef ik ruidelijk toe. Maar ik vond het zo belangrijk om dit erin te laten zitten. Met name dat u allemaal die namen even scherp heeft. Let vooral op de volgende namen. Premier Willem Drees, minister van Financiën Piet Liefdink. En minstens zo belangrijk ook de minister van Sociale Zaken Joekes. Dit is het kabinet wat aantreedt in augustus 1948. En er nog steeds heilig van overtuigd is, die kolonie is van ons. En dat brengt het kabinet er uiteindelijk toe om de grootste legermacht ooit in november van dat jaar in te zetten. Ruim 100.000 militairen, ofwel jonge dienstplichtigen dan wel beroepsmilitairen, worden ingezet voor de tweede politionele actie. En dat is een van de grootste
misrekeningen van het kabinet Drees van Schaik geweest. Want het levert haar gigantische kritiek op. Grote kritiek uit het buitenland, met name de Verenigde Staten. Die zeggen, dit kun je niet doen. Je kunt niet met wapengeweld, met wapengekletter en met onderdrukking vasthouden aan je kolonie. Doe je dit wel, dan zijn jullie straks je Marshallhulp kwijt. En uiteindelijk leidt het ertoe dat het onvermijdelijke gebeurt. De kolonie wordt onafhankelijk. En in die tijd dat die onderhandelingen, de ronde tafelconferentie loopt, zijn er interne gesprekken. En de natuurlijk kun je onder meer ook in verschillende archieven terugvinden, met name in Den Haag, bij het Nationaal Archief. En wat blijkt er nou uit? Dat er natuurlijk zorgen zijn over hoe gaan we die boedelscheiding doen. Het gaat over geld, het gaat over veel geld, daarover straks meer. Maar wat het kabinet zich ook realiseert, dat er zo'n 250.000 Indische Nederlanders in de nieuwe republiek, of de aanstaande nieuwe republiek, wonen. En daarvan wordt gezegd, is het wel zeker dat zij allemaal in de Republiek Indonesië blijven? Worden zij straks staatsburger? Indonesisch staatsburger, de term is warga negara. Je neemt de kleur van het land aan. Of houden ze vast aan het Nederlands staatsburgerschap? Want dat was de eis van Sukarno. Of je wordt Indonesisch staatsburger, of je vertrekt. En Drees en Liefdink hebben het erover, en alle andere kabinetsleden, van wat nou als nu iedereen naar Nederland komt? En het zet Drees ertoe aan om een aantal radiotoespraken te houden. En daarin hoor je zijn beetje statige, geaffecteerde stem, waar hij ook zegt van, landgenoten, blijf in dat land waar je geboren bent. Blijf daar toch vooral en help toch alsjeblieft mee om je eigen land op te bouwen. Hier in Nederland heb je in feite niet zoveel te zoeken. Daar heb je geen taak, maar die heb je wel in het nieuwe Indonesië. En hij gokt erop dat het gros van de Indische Nederlanders zal zeggen van, deal, wij worden Indonesische staatsburger. Maar dat doen ze niet. Slechts 20.000 kiezen voor de status van warga negara. En dat betekent automatisch dat er duizenden mensen naar Nederland gaan komen. En dan breekt er daadwerkelijk paniek in het kabinet los. Want hoe gaan ze dit voor elkaar krijgen? Het zijn Drees, Liefdink en Joekes die in eerste instantie om de tafel gaan zitten. En die komen tot een nieuwe constructie. Die zeggen van, oké, goed, we verwachten duizenden mensen. We hebben niet eens het enige idee, want we weten alleen maar dat zoveel mensen zich aan het inschepen zijn. Iedereen probeert vanaf januari 1950 weg te komen, want er is geen toekomst meer. Want dat was het idee. Word je Indonesisch staatsburger, dan word je automatisch tweederangs burger. Wat heb je te zoeken in een land waar de inheemse bevolking in feite vijandig tegenover je staat? Na alles wat er na die oorlog, tijdens de burgeroorlog, gebeurd is. Het kabinet zegt vervolgens, luister, wij hebben al één keer zo'n repatriëring meegemaakt. En wij hebben nog steeds diezelfde locaties tot onze beschikking. Dus laten we vooral naar die oude badhotels kijken. Weer naar die pensions. Er zijn kazernes, er zijn barakkenkampen. Er zijn zoveel locaties waar we mensen kunnen opvangen. En dan zegt Liefdink, ho, één ding. Ik kijk even naar de schatkist. Ik zie de bodem. Wij hebben geen geld. En even een klein detail, hij sprak niet de waarheid op dat moment. Maar het zorgt ervoor dat Liefdink een constructie met zijn ambtenaren ontwerpt, waarbij hij mensen gaat verplichten om te betalen voor die opvang. En dat betekent dat iedereen die naar Nederland komt, en die weet het nog niet, opgezadeld gaat worden met een hele grote schuld. En die constructie die zag er kort samengevat zo uit. Er worden contracten gesloten met eigenaren van contracthotels, van pensions, van vakantiehuisjes. Ik ga straks een verscheidenheid aan opvangplekken zien. Dat contract was standaard voor 1 jaar. En dat zorgde ervoor dat er een garantie lag. Per opgevangen gast werd er 4 gulden per dag betaald. En dat was een all-in bedrag. Voor die 4 gulden moest een beheerder of een eigenaar van zo'n pension goede zorg leveren. 3 voedzame maaltijden en zorgen voor een verwarmde kamer, goede bedden. En alles wat beschreven stond in het reglement wat bij zo'n contract met de overheid hoorde. In eerste instantie zijn er al aardig wat eigenaren van pensions en hotels die denken, hey, dat is business. En zeker na zo'n slechte naoorlogse tijd kan je daar aardig wat geld mee verdienen. Dus die tekenen dat contract en die lezen dat door. Die zien ook dat ze op basis van die 4 gulden per dag een winstmarge van 57 cent mogen maken. Dus dat is na aftrek van alle inkopen en vooral goed eten, voedzaam eten. En er moet bijvoorbeeld elke dag vlees worden geserveerd, groenten. Dus veel mensen committeren zich en starten zo'n overeenkomst met de overheid. En dat is lucratief. De overheid, dat is een fijne opdrachtgever en die betaalt altijd op tijd. En terwijl dat hele systeem wordt opgezet, zijn de eerste schepen al onderweg naar Nederland. En het wordt een hele spannende tijd, want het kabinet
weet dat ze met een opvang bezig is om de eerste mensen die aankomen op te vangen. Alleen, ze heeft nog geen overzicht van het exacte aantal wat de komende maanden naar Nederland gaat komen. Een van de gezinnen is de familie Rijkshoef. En ook ik zie ook een neef van de familie in de zaal. U kunt straks even met hem kennis maken. Toch, wie zie? Wat zeg je? Ik laat die foto met name zien. Natuurlijk eventjes gewoon een beeld. Want dat is ook heel erg belangrijk. De meeste foto's die ik tijdens dat onderzoek naar die opvang heb verzameld, die komen opmerkelijk genoeg uit privécollecties. Ik heb gezocht in allerlei fotoarchieven. Maar daar kom je bijna alleen maar, of je komt alleen maar, geanceneerde foto's tegen. Er is met belichting gewerkt. Je ziet dat het allemaal bedacht is. En bepaalde poses. En dat is dit niet. Dit is de aankomst van een familie in Amsterdam. En als u zich afvraagt, wat zijn die kaartjes, die etiketjes nou om de nekken van die kinderen? Daar staat de letter op, die correspondeert met de bus die het gezin naar het contractpension gaat brengen. En dit gezin vertrekt naar Elburg en gaat vervolgens een hele route door Nederland af. Dat heeft ermee te maken dat de vader en de oudste zoon behoorlijk uitgesproken zijn. En een heleboel strenge regels en slechte zorg niet accepteren, waardoor ze keer op keer naar een nieuw contractpension vertrekken. Daarover straks iets meer. Nu voldoen die eerste reeks hotels en pensions, die voldoen op zich. Er is controle. Dan in de eerste maanden van 1950 is er een goed controlesysteem vanuit een nieuwe dienst. Dienst maatschappelijke zorg, aangestuurd door het ministerie van Sociale Zaken. En het ministerie zorgt ervoor dat die controlefunctie wordt beheerd door twee groepen. De mannelijke controleurs, dat zijn de zogeheten contactambtenaren. Die gaan op een fiets of op een motor of een auto wekelijks naar de pensions om te kijken hoe het daar verloopt. Die praten met de kostwinner, de vader van het gezin. Die kijken wat voor eten er wordt aangeboden, kijken af en toe mee in de pannen. En dan heb je de maatschappelijk werksters die met name de moeders begeleiden. En terwijl die opvang in die pensions loopt, komt de regering erachter dat er op grote schaal locaties bij moeten komen. En dan besluit ze om twee van de meest beruchte locaties in Nederland in te gaan zetten. Dit is een foto, een absoluut unieke foto, van vier verpleegsters die poseren voor de ingang van Kamp Westerbork. En u weet, dat was een doorgangskamp voor Joodse Nederlanders tijdens de oorlog. Het is nog steeds, tot op de dag van vandaag, een zeer beladen plek. En natuurlijk wist de overheid van Westerbork blijven noemen, dan zijn er ongetwijfeld ook ontheemde gezinnen die van die geschiedenis weten. Weet je wat, we geven het nieuwe naam Woonoord Schattenberg. En een aantal mensen die hier gewoond hebben, die ik heb geïnterviewd, die maakten de opmerking van Schattenberg. Waar slaat dat op? Alsof je kon schatgraven. Het was niet anders dan een kamp. En hier is nog het prikkeldraad op te zien dat in het voorjaar van 1950 razendsnel werd verwijderd vanwege al die connotaties. De Nederlandse bevolking kreeg wel iets mee van het feit dat er zoveel landgenoten uit Indonesië op weg waren en ergens onderdak moesten vinden. Maar veel verder dan de hoofdingang van kamp Schattenberg zijn ze nooit gekomen. Nou, hoe zag Schattenberg er dan van binnen uit? Dit is een foto uit de privécollectie van de familie Doornik-Mesrits. En hier ziet hij het echtpaar Doornik. En ze poseren tegen tegen de achterzijde van een van de vele barakken. Dit geeft al een beetje aan hoe die opvang was. Het was natuurlijk noodbreekt wet, maar dit waren schamele, armoedige barakken waar paardendekens in lagen die je kon gebruiken als deken 's avonds. Het was een centrale keuken waar dikker per dag eten moest worden gehaald in van die kleine draagrekjes in randtanks. Maar juist door die foto's die ik verzamelde, bijvoorbeeld van kamp Oranje in het plaatsje Vochtelo, waar de familie Rouvroy was ondergebracht, zie je wat die opvang inhield. De meeste Nederlanders dachten, oh, nou, daar komen toch wel een heleboel landgenoten binnen. Indonesiërs werd er vaak gedacht. Dat onderscheid tussen Indo-Europees, dus die gemengdbloedige en inheemse Indonesiërs, dat hadden de meeste Nederlandse mensen, de autochtone bevolking, nog niet helemaal scherp. Maar er werd behoorlijk gemord door te zeggen, nou ja, dat allemaal op kosten van ons, hè, ons belastingbetalers. Maar hier ziet u wat de realiteit was, hoe die opvang er eigenlijk van dichtbij uitzag. Zo waren er ook hele grote vormen van opvang. Dit is het badhotel De Schelp in Zandvoort.
En daar konden echt wel zo'n 500 mensen in ondergebracht worden. En dat liep zo goed, de eigenaar van de Schelp was daar zo tevreden over, financieel tevreden, dat hij jaar in jaar uit dat contract met de overheid heeft verlengd. En die heeft daar een uitstekende boterham aan verdiend. Dat is het perspectief van de hoteleigenaar. Laten we eens naar de kinderen kijken. Dit is een groepje kinderen op de eerste dag van aankomst in Hotel de Schelp. Jongetje, tweede van links, de jongen helemaal rechts, daar ziet hij dat etiket weer. Ze hebben het nog om hun nek, dat etiket wat hen naar de juiste bus heeft gebracht. Maar, ik wil een meisje aanwijzen. Wat doe ik nu weer? Oh, techniek, geweldig. Sorry. Ja, deze. Dit meisje. Het gaat om dit meisje. Want in eerste instantie zou je denken, oh, kijk, ik zie wat Hollandse gezichtjes, ik zie Indische kindjes. Maar dit meisje is een Javaans meisje en ze heet Lasmi Sangidi. En zij behoort tot een groep van 20 gezinnen, zogeheten veiliggestelde Indonesische gezinnen, van wie de vader werkte voor de Nederlandse Veiligheidsdiensten. En dat betekende dat vanwege de loyaliteit van de vader aan de Nederlandse overheid, dat de namen van de gezinnen op een zwarte lijst stonden. Dus met een groot aantal transporten waarbij duizenden Indische gezinnen weg zijn gehaald uit de Republiek Indonesië, zaten ook deze inheems Javaanse en ook Timorese gezinnen. Maar voor de buitenwacht was het eigenlijk één grote, eenvormige groep. En is dat onderscheid eigenlijk tot op de dag van vandaag niet duidelijk geweest, dat er zoveel etniciteiten met zoveel verschillende achtergronden allemaal in één en dezelfde vorm van opvang terechtkwamen. Zo ook in Hengelo. Daar stond een oud ziekenhuis, omgedoopt tot Borsthuis. En heel veel is er niet aan verspijkerd op het moment dat grote groepen ontheemde gezinnen, ik zeg bewust ontheemd, want het waren geen repatrianten, naar Hengelo kwamen. En dat betekende dat de mensen ondergebracht werden in grote, witte, steriele ziekenzalen met hoge plafonds, waar geen privacy was en waar iedereen behoorlijk op zichzelf was aangewezen en het allemaal maar moest zien te rooien. Weliswaar natuurlijk met hulp van de contactambtenaar en de maatschappelijk werkers. Maar het was er sfeerloos, het was problematisch. Er waren problemen met de verwarming en mensen waren er diep, diep ongelukkig. En zo is er meer schone schijn. Want als u dit plaatje ziet, dit is de bovenkant of de achterzijde van de Villa Nieuw Rijksdorp in Wassenaar, dan zou je misschien in eerste instantie denken, zo, chic de Paris, een landhuis. De eigenaar had besloten om ook zo'n contract met de overheid aan te gaan. En de familie van wie ik deze foto mocht inscannen, hebben met die twee kruisjes op de foto aangegeven in welke twee kamers zij tijdelijk gewoond hebben. Aan de binnenkant was Nieuw Rijksdorp helemaal niet zo chic. Het was uitgewoond, het was armoedig en de sfeer was eigenlijk ook niet om over naar huis te schrijven. En dat geldt helemaal voor dit kapitale pand. Dit is het landgoed Gerestein in Woudenberg. En veel bewoners in Woudenberg hebben altijd gedacht dat de gezinnen, de Indische gezinnen die hier opgevangen werden, in de watten zijn gelegd. Maar op het moment dat ik contact zocht met een aantal gezinnen die hier een lange tijd gewoond hebben, in totaal wonen er 7 gezinnen met veel kinderen, dus gemiddeld hebben er zo'n 70 à 80 mensen in de zorg gezeten. Het verhaal wat de dochters van een van de gezinnen vertelden was dat het inschikken was. Het was heel krap vanwege de vele kinderen. Sommige kinderen werden gedwongen om op de zolder te slapen, wat helemaal niet mocht volgens de reglementen. Maar ja, meer mensen in de zorg betekent meer geld. Dus het is heel veel een buitenkant verhaal geweest. Dit is dan typisch zo'n verhaal waarbij je goed moet afvragen, wiens perspectief is dit nu eigenlijk? En dit, laten we zeggen, dit vogelperspectief is met name het perspectief van de omwonenden en van Woudenberg en in het algemeen de Nederlandse bevolking die dacht, dit is toch wel een hele koninklijke manier van opgevangen worden in ons land. Moet ik heel eventjes iets uitleggen over wat die buitenkant betreft. Want wat de autochtone bevolking niet heeft geweten, is ten eerste dat er zo'n enorme schuld werd opgelegd. Ik geef u gewoon even een soort meetlat mee. Op het departement van Financiën was uitgerekend dat wanneer een gezin met 2 kinderen in de zorg kwam, dus opgevangen werd in een contractpension en dat een jaar lang, en dan daarbij opgeteld de kosten voor het transport naar Nederland, plus tweedehands, dat moet ik ook benadrukken, tweedehands kleding die werd berekend voor de volprijs, en dan plus ook nog eens meubels voor het, uh,
voor het toekomstige huis, wat onder druk van de maatschappelijk werkster werd uitgezocht. Al dat geld bij elkaar opgeteld was een gemiddelde schuld van 15.000 gulden. Dat zou in onze tijd 47.000 euro zijn. Dus dat is de schuld waarmee een gezin in Nederland startte. Hartelijk welkom in Nederland. Dat wist de Nederlandse bevolking absoluut niet. Dus vandaar dat er allerlei hele vervelende confrontaties waren. Ik heb er echt zoveel genoteerd van jonge kinderen die gingen fietsen en een Hollands gezin tegenkwamen en toegebeten kregen. Ga uit de weg, wat moet je hier? Stelletje staatsschuifvreters. Dat was de gevleugelde term geworden. Indische mensen zijn staatsschuifvreters. Maar de Indische mensen zelf praten niet over die schuld. Want we hebben het hier over, voor een heel groot gedeelte, oorlogsevacuees. Die de trauma's van de Japanse bezetting achter de rug hadden. En ook nog die ellende tijdens de burgeroorlog, die na de oorlog is losgebarsten. Er was zoveel onverwerkt verdriet. En dan kom je terecht in een repressief systeem met heel veel restricties en moeten en reglementen en betalen dat er gezwegen werd. En dat is de reden dat die achterkant van die opvang heel erg onder de mat geschoven is. En er zijn er gelukkig ook goede uitzonderingen. We gaan terug naar Friesland, naar het plaatsje Langweer. En daar lag een hotelschip genaamd de Elfmarren, de Elfmeren. En de derde van rechts op deze foto is Cor Boertjens. En dat is een ondernemer met een groot hart. En Boertjens die las ook, zoals duizenden mensen in Nederland, over de komst, die gedwongen komst van alle mensen uit Indonesië. En die dacht, nou, ik heb nog een schip liggen. Dus hij nam contact op met de dienst maatschappelijke zorg, tekende een contract voor 6 maanden. Geen jaar, maar 6 maanden, want hij dacht, nou, daar kan ik de winter ook mee doorkomen. Installeerde daar een eigen ploeg voor de een kok en een huishoudster. En het was daar fantastisch. Een aantal mensen die ik daarover gesproken heb, die zeiden, we vonden het echt een geweldige tijd. Want wat dacht Boertjens? Luister, deze mensen zijn met amper een fractie van hun bezittingen naar Nederland gekomen. Daar moet je compassie mee hebben. Dus wat hij bijvoorbeeld ook regelde, was dat in de avonduren, er was nog geen televisie en er was alleen radio, maar het waren vaak lange, donkere avonden. Hij regelde dat de contactambtenaar langskwam met achterop zijn fiets een aantal filmblikken. Dus in de Elfmarren werden films vertoond. En het was er gezellig en mensen hadden goed contact met elkaar. In de krantenartikelen over de Elfmarren ben ik met name schetsen tegengekomen van die meer over de Indische gezinnen ging. Zo wordt er bijvoorbeeld opvallend vaak genoteerd dat de mensen het koud hebben. Het is erg koud in Nederland. En dat er wat hem betreft wat meer rijst mag worden geserveerd. En verder komen de journalisten niet, want je kunt ook uit die artikelen destilleren dat er eigenlijk niet rechtstreeks met de mensen gepraat is. Je ziet dat heel veel, hè? Over de hoofden van de ontheemden werd er gepraat. Nou, deze opvang in de Elfmarren had veel langer kunnen duren, waren het niet dat een slecht geïnformeerde journalist in Langweer het meende in de krant te moeten noteren dat er een uitbraak van tuberculose was geconstateerd. Dat was niet waar. Maar het was te laat. Het nieuws ging al naar Den Haag. Dienstmaatschappelijke zorg hing al aan de telefoon. En binnen 2 weken moest Cor Boertjens het hotelschip ontruimen. En zoals de zoon en dochter van meneer Boertjens, die ik onlangs gesproken heb, ook benadrukt hebben, de mensen zijn er huilend weggegaan. Want iedereen werd overgeplaatst naar de andere contractpensions in de buurt in Friesland. En dat was een aanmerkelijk verschil met wat er was met hun eerste opvang. En dan nog heel eventjes een foto van een kijkje in een contractpension. En dit is in een contractpension niet zo heel erg ver van Hilversum. Het is het Witte Huis in Laren. En waarom laat ik die foto zien? Behalve dat het natuurlijk om een vrij hilarische weergave van Sinterklaas en Zwarte Piet gaat. Maar ook omdat je niet zoveel foto's ziet van de dagelijkse gang van zaken in een contractpension. Maar wat is er ook aan de hand? Ook weer even perspectief. Wat veel Hollandse mensen dachten, oh, die Indische mensen die hebben het hartstikke gezellig met elkaar. Die zitten bij elkaar en potje nasi erbij, kletsen, kletsen. Niet in het Witte Huis. Dit meisje, dit jongetje, zijn Japanse Indische kinderen. Voortgekomen uit een liefdevolle relatie met een Japanse militair. Maar hoe je het went of keert, binnen die kleine maatschappij in het Witte Huis was dat not done. En waren er hele grote ruzies en was er ongelooflijk veel animositeit en ellende. Juist vanwege de aanwezigheid van die twee kinderen. Omdat Japan nog steeds natuurlijk
als de vijand werd gezien. Dat is allemaal binnenskamers gebleven. Want wat was het beeld wat de gemiddelde Hollandse bewoner van de Indische mensen had? Dat komt eigenlijk mooi in dit iconische beeld terecht. Dit is mevrouw Breuring in het plaatsje Gennep, die aan het wandelen is met haar kindjes, tegen de achtergrond van een oer-Hollandse molen. Zo werd er naar gekeken. Exotisch, uit de Oost, Indonesisch, toch wel. En dat het hele begrip Indo-Europees, dat was nog niet doorgedrongen. En ook met het idee van, de mensen zijn hier, zijn hier dan niet meer te gast, maar ze wonen hier. Maar ze hebben nog een hele lange weg te gaan. Want dat is ook wat je tegenkomt in notulen van de overheid. Je komt behoorlijk, en dat is heftig als je dat leest, je komt behoorlijk wat vooroordelen tegen. Hoe worden Indische mensen, mensen neergezet? Er wordt gesproken van een zekere indolentie, een zekere traagheid. Toch niet helemaal intellectueel uitgerust voor deze hoogwaardige maatschappij in Nederland. Dus daar moet flink getimmerd worden, daar moet flink geassimileerd en getraind worden voordat deze mensen in staat zijn om zelfstandig hun leven in Nederland te gaan leven. Dus nogmaals, er lag echt een heel draaiboek klaar. En dan vergeet je bijna dat er ongelooflijk veel verdriet achter die kamertjes in die contractpensions huisde. Zoals bijvoorbeeld hier in een contractpension in Valkenburg. Dit is een foto die genomen is door een Indische persfotograaf, Jean Retel Helmrich, vader van Hetty en Leonard, die allebei gelauwerd producent en cameraman zijn. Het unieke van de foto is dat meneer Helmrich op een ochtend door het contractpension waar hij zelf met zijn gezin woonde, wandelde. En een deur open zag staan, in een flits deze foto heeft gemaakt. En hij schrok zelf van wat hij zag. Een armoedig tafereel, een piepklein kamertje waarin een bed staat geparkeerd, waar een echtpaar op zit. En het is vooral die gelaten blik van de man die recht in die camera kijkt. En dit is wat er werkelijk gebeurde. Het was een opvang waar steeds meer, vanaf 1950, steeds meer werd ingezet op winstgerichtheid. Besparen op de inkoop. En vooral die stoffering laten voor wat het is. Hoe meer mensen er achter elkaar geplaatst worden, hoe meer geld er verdiend kon worden. Meneer Rijbers, hoeveel mensen heeft u in totaal in uw pensions wonen? Op het ogenblik 485. U heeft er geen last van dat uw pension uitgewoond wordt? Nee, dit moet ik per se tegenspreken. Waar dit wel het geval zou zijn, dan ligt het zuiver aan het beheer van het pension. Als men met deze mensen op een redelijke wijze gaat staan praten, dat het in Nederland de gewoonte is, dat je 's morgens je bedden opmaakt en dat je je kamer stoft, dan willen deze mensen dit absoluut doen. Waar we net naar keken, is een reportage van de VARA. En u zag de contractpensioneigenaar, meneer Rijmers. En wat had de VARA-verslaggever hem nou eigenlijk wel moeten vragen? Let op, als meneer Rijmers zegt dat hij 485 mensen in de kost heeft, dan betekent dat dat hij 1940 gulden per dag verdient. 58.000 op maandbasis. En dat zijn geen misselijke bedragen. Daar ging het in dit gesprek niet over. Het ging ook niet over de schuld die opgelegd wordt. En hier is een uniek voorbeeld van een schuldbrief. Dit is een voorbeeld van zo'n brief die getypt werd op het departement van maatschappelijk werk inmiddels, aangestuurd door minister Klompé. En dat was de opdracht wat de ambtenaren meekregen. Zij moesten een specificatie geven van alle kosten die berekend werden. En u ziet hoe onthutsend dit is. Die pensioenkosten, de kleding, en let wel, hè, de kleding die aan boord of wel in Nederland verstrekt is. Daar heb ik allerlei correspondentie van een groot aantal warenhuizen van gevonden, onder meer V&D en CNA, die gewoon de hand lichten ermee door tweedehands en verouderde kleding voor de volle prijs in rekening te brengen. Dat werd allemaal gedoogd. Als we het over corruptie hebben, vanwege dat gebrek aan een efficiënte controle, is er heel veel corruptie in dit hele opvangsysteem geslopen. U ziet aan de linkerkant die opsomming van alle kosten. En voor dit gezin, het is allemaal geanonimiseerd, geldt dat ze 8 maanden in de zorg, in de opvang hebben gezeten. En in die tussentijd had de kostwinner de verplichting om 60% van het loon dat hij verdiende af te staan aan de overheid. Dat maakte ook deel uit van die harde regelgeving. Want eigenlijk was wat minister Liefdink had bedacht, op het moment dat mensen geplaatst worden in een contractpension, gaat die teller lopen voor die kosten. En dat geld moet al in eerste instantie teruggehaald worden. En hoe kan je dat nou het beste doen?
door ervoor te zorgen dat er 60% van het salaris van de kostwinner wordt ingehouden. Dus elke week fietste een contactambtenaar langs die pensioens, moest het loonzakje letterlijk leeggeschud worden op de keukentafel en was het 60% voor de ambtenaar en 40% mocht de kostwinner houden. En het werd nog erger, want op een gegeven moment besloten veel echtgenotes om ook een baan te zoeken, omdat ze van die schuld af wilden. Hoe kun je een leven opbouwen? Hoe kun je je kinderen een toekomst geven? En zeker hoe kun je je kinderen later mogelijk door laten studeren als je zo in armoede leeft? Maar op het moment dat een vrouw ging werken, op kantoor of als sportlerares, wat dan ook, gold precies hetzelfde. Ook zij moest 60% van haar loon inleveren. En uiteindelijk kom je erop uit dat het totaalbedrag berekend wordt door het Rijk ruim 9000 euro is. En dat geld wat resteert, die schuld die overblijft, die blijft staan. Op het moment dat een gezin vertrekt en naar een huurwoning kon vertrekken, en dat duurde vaak wat langer omdat er in groot tempo huizen bijgebouwd moesten worden. Er was een enorme boom aan nieuwe woningen, nieuwe huurwoningen. Maar dat geld, die schuld, die werd vervolgens door de dienstmaatschappelijke zorg in Den Haag werd overgedragen aan de gemeente waar het gezin zich vestigde. En de gemeente had dan vervolgens de taak om elke week een gulden of een riksdaalder, voor de hele jongeren onder ons, 2,50 is dat een riksdaalder, als je uit het eurotijdperk start, oké, standaard. Dus dat werd aan de deur geïncasseerd. Wat ook behoorlijk vernederend is, dat er steeds aangebeld wordt en je moet je schuld afbetalen. En ook nog een heel kras voorbeeld. Er zijn gemeentes geweest die het voor elkaar hebben gekregen om rente hierover te rekenen, wat bij wet verboden was. Nogmaals, corruptie met hoofdletter C. Dan komen we eindelijk bij een wat persoonlijker benadering, want hoe was dat dagelijks leven nou voor de vele ontheemde gezinnen? Want er is ook iets wat u absoluut moet weten over het arbeidsproces. Moet ik even kort inleiden. Dat heeft ermee te maken dat het kabinet Drees 1 al van een afstand zag aankomen wat hier ging gebeuren. Een instroom van over het algemeen goed geschoold middenkader. En wat zou dat betekend hebben voor de arbeidssituatie, voor de arbeidsmarkt in Nederland? Simpelweg dat heel veel autochtone Nederlanders naar de zijkant geduwd werden, omdat er hoog gekwalificeerd personeel zou instromen. Wat was de oplossing? Diploma's zijn niet langer geldig. En de onderbouwing die heel veel mensen te horen kregen, die te verbluft waren toen ze dit uitgelegd kregen bij sollicitatiegesprekken, was: luister, een 8 in Nederlands-Indië is een 5 in Nederland. En daarmee werden alle diploma's van tafel geveegd. En ook als je een universitaire opleiding had gevolgd, het maakte niet uit. En dat gaf het kabinet Drees de mogelijkheid om mensen te dwingen om laaggeschoold werk te doen. En let vooral in het volgende fragment op de formulering van de voice-over. Voor tal van administratief onderlegden bestond er geen mogelijkheid tot onmiddellijke opname in het arbeidsproces. Voor deze mannen en voor vele anderen werden speciale omscholingscursussen gegeven, terwijl ook zeer velen geschoold werden op regionale werkplaatsen voor vakopleiding. De gerepatrieerden hebben begrepen dat dit hun nieuwe kansen bood. En met een bewonderenswaardige animo hebben ze de opleidingen gevolgd. Vele gerepatrieerden zijn als ongeschoolden in technische bedrijven te werk gesteld, waar ze zich na korter of langere tijd ontwikkelen tot goede vaklieden. Dit was een fragment overigens uit dezelfde reportage waarmee ik opende. Het is die reportage, tussen aanhalingstekens, van Carl Nowak. En de voice-over is Wim Povels, een Nederlandse stemacteur. Hij zegt letterlijk: de gerepatrieerden hebben begrepen dat er nieuwe kansen voor hen zich aandienden. Nou, de meeste mensen hebben het nooit begrepen, waarom ze eigenlijk een demotie meemaakten, waarom ze weggedrukt werden naar werk aan de lopende band in fabrieken en ook in de mijnen. Laten we focussen op de positie van de moeders, die doorgaans
in het contractpension bleven en de zorg voor de kinderen hadden. Dit is een pagina uit een schriftje, een huishoudschriftje van mevrouw Cordus Klinken, Indo-Afrikaanse. Dat is een bijzondere etniciteit. En voordat ze vertrok, voerde ze een huishouding met 3 kinderen. Ze kwam in dat contractpension in het zuiden van Nederland aan. En was totaal verbijsterd dat ze op bijscholingsles moest door een maatschappelijk werkster. Maar ze was te bescheiden en te overbluft om er iets van te zeggen. En dit is wat ze onder meer noteerde. Over het splitsen van je budget, omdat er vaste lasten zijn. Dus ze kreeg van A tot Z uitgelegd, hoe koop je in? Hoe zorg je voor voedzame maaltijden? Dingen die ze al lang al wist. Maar ze dacht, het zijn Nederlandse mensen, ze zullen het wel beter weten. En ook uit dezelfde reportage van Carl Nowak het volgende fragment. Moeilijker is het voor de huisvrouw zich in de Nederlandse samenleving aan te passen. Daarom worden vanuit het kerkelijk en particulier initiatief allerlei activiteiten ondernomen om de huisvrouwen zo snel mogelijk vertrouwd te maken met de hier te lande heersende gebruiken en gewoonten. Speciale cursussen behandelen onder meer de Hollandse keuken en het huishoudboekje. Wanneer de gezinnen een eigen huisvesting krijgen, zijn ze daardoor beter in staat hun nieuwe huishouding te regelen. In de praktijk is gebleken dat de gerepatrieerden zeer ontvankelijk zijn voor raad van goede buren. Burenhulp kan veel moeilijkheden voorkomen of oplossen. De huisvrouwen hebben immers de meeste kleine zorgen, want ze zijn het grootste gedeelte van de dag op zichzelf aangewezen. De kinderen zijn op school of werken, op fabriek of kantoor. Nou, een duidelijker voorbeeld van beeldvorming heb ik in al die jaren onderzoek heb ik niet kunnen vinden. Dit is chockerend. En dan moet je ook nog eens bedenken dat al die shots, één voor één, al die scènes, allemaal in scène zijn gezet. Allemaal op basis van een script. Zo gaan we door vanaf 1950 en we komen in 1957 aan. En dan is het foute boel. Dan gaat het over die enorme spoedevacuatie waar ik ook mee opende. En inmiddels is die opvang. Terwijl het kabinet Drees iedere keer er maar rekening mee houdt dat het nu echt afgelopen is, komt dan weer een volgende golf. En de consequentie is dat het opvangsysteem steeds fijnmaziger wordt. Want uiteindelijk is het zo groot geworden, zijn er zoveel mensen, zoveel maatschappelijk werkers en ambtenaren bij betrokken, dat er ook op een hele efficiënte manier wordt opgevangen. Ik laat een foto zien van de kazerne in Wezep. Overijssel, meen ik. Ja. Wat het kabinet besluit te doen is om in eerste instantie kazernes te gebruiken voor de centrale opvang. Boven de rivieren in Wezep, beneden de rivieren in Budel. En daar kunnen zo'n 3.000 tot 4.000 mensen in één keer opgevangen worden. Ze worden ingeschreven, er wordt gekeken naar de religie, er wordt gekeken naar de mogelijkheden om in te stromen in het arbeidsproces en vervolgens wordt bepaald naar welk contractpension het gezin wordt overgebracht. Dus dat loopt allemaal heel erg soepel. Maar in 1959 is het minister Klompé die met veel bravoer aankondigt dat het nu toch eindelijk afgelopen is. Het is gekalmeerd, die grote oneenigheid, die enorme spanningen met president Sukarno, die zijn achter de rug. Maar ze heeft weer voor haar beurt gesproken. Want wat gebeurt er? De strijd om Nieuw-Guinea barst in alle hevigheid los en het dreigt bijna op een oorlog uit te lopen. En het is weer de rol van de Verenigde Staten. Het zijn weer de Amerikanen die tegen Nederland zeggen, blijf jullie nou gewoon hardleers. Geef die laatste kolonie van jullie op. Zorg ervoor dat het Indonesisch grondgebied wordt, want wij staan ook niet meer voor de consequenties in. En uiteindelijk, op 1 september 1962, wordt het eiland Nederlands Nieuw-Guinea overgedragen aan Indonesië. Het wordt tijdelijk onder beheer van de VN-missie gesteld, met als uiteindelijke doel dat het Indonesisch grondgebied wordt. En de situatie voor zo'n beetje 20.000 mensen, Indische Nederlanders, Molukse mensen, Papua's, Togolezen, is bijzonder spannend. Het is behoorlijk heftig wat er gebeurt, want de mensen moeten weg daar. Die moeten ook wederom geëvacueerd worden. En voor de Molukse onderdanen, en dat is wel bijzonder om toe te lichten, geldt een hele speciale situatie. De Molukse mensen op Nieuw-Guinea hebben de status van onderdaan. Daarmee zijn ze vertrokken in 1949 vanuit Indonesië. Wat ze niet weten is dat het kabinet Drees in het diepste geheim in 1952 een wet heeft aangenomen, waardoor de oude status van onderdaan automatisch gewijzigd is in Indonesisch staatsburger.
En dat betekent dat ze terug zullen moeten naar hun eiland. Maar dat willen ze niet. Dus uiteindelijk op het allerlaatste moment, als er bijna geen vliegtuigen meer gaan, worden de Molukse gezinnen naar Nederland overgebracht. En komen ze terecht, onder meer in het Hoge Noorden, in Leeuwarden, in een groot contractpension wat de naam draagt van de welzijnsstichting die het uitbaat. En dat is Osturio. Het zijn veel Molukse gezinnen bij elkaar die eigenlijk ook, net zoals bij veel Indische gezinnen, in feite een soort kleine maatschappij vormen. Ook voor een aantal Papua-gezinnen geldt dat ze vanwege hun loyaliteit aan Nederland weg moeten zien te komen. Die komen ook naar Nederland. Dit is Efrat Mamuribo, jonge Papua-vrouw, gehuwd met een Indische gouvernementsambtenaar. En vanwege het beroep van haar man was er geen weg terug en moest zij ook met haar kinderen naar Nederland komen. En een volgende groep die gedwongen van Nieuw-Guinea naar Nederland komt, zijn de Togonezen. Dat is een hele speciale groep. Het zijn afstammelingen van vrijgemaakte slaven, Mardijkers. Er zit een verwantschap met Portugezen in. En belangrijk dat is het geloof, het christelijk geloof, waardoor ze altijd ook loyaal zijn geweest aan de Nederlandse overheid en daar een sterke verbintenis mee hebben. De Togonese gezinnen worden gezamenlijk opgevangen in een voormalig werkkamp. Het is de Pieterberg, nabij Westerbork. Maar de opzet is dat ze dooremigreren, want al op Nieuw-Guinea is er een overeenkomst gekomen tussen de Nederlandse overheid en de Togonezen dat ze doorreizen naar Suriname, omdat ze daar een plantage gaan bestieren. Hele korte versie. Het project is mislukt. Uiteindelijk zijn ook al deze Togonese families naar Nederland gekomen, rechtstreeks in contractpensions geplaatst in 1967. Ga ik me focussen op de dame die te boek staat, als je kijkt naar Nederlandse geschiedenisboeken. De eerste minister in een kabinet, de eerste vrouwelijke minister, Marga Klompé. En als je ook kijkt een beetje, als je het over beeldvorming hebt, dan kan je ook een heel interessante exposé houden over hoe er met autoriteit naar de overheid werd gekeken. Willem Drees, vadertje Drees. Piet Liefdink, het tientje van Liefdink, maar hij heette ook Pietje Paniek, omdat hij altijd riep dat er geldtekort was. En Marga Klompé is in feite ook een soort politiek icoon geworden vanwege het feit dat ze een zeer competente vrouw was. Dit is een opname dat ze een van de mijnen in Limburg bezoekt. Maar wat er aan de hand is, is iets heel bijzonders wat er gebeurde in de tijd dat ik het manuscript voor Opgevangen in Andijvielucht aan het afronden was. Want al die tijd dat ik die informatie verzamelde, in archieven zocht, naar beeldmateriaal keek, naar foto's, en zocht ook naar perspectieven, dan vroeg ik me af, waarom die repressie? Waarom die restrictie? Waarom die hardheid, die kilheid, die botheid? En tegen het einde maakte ik kennis met deze man. Tweede van links. Dit is Hanno Mariana di Caluta. Afkomstig uit een zeer welvarend gezin uit het oude Indië. En Hanno is tweede van links en helemaal links is zijn echtgenote Emmy. En zij werden door de grote problemen eind 1957 gedwongen om in het voorjaar van 1958 naar Nederland te komen. Al hun rijkdom was weg, ze hadden helemaal niks en werden ook in een contractpension geplaatst. En toen ik meneer Mariano di Caluto interviewde, was hij midden 80. En op de ochtend dat ik bij hem was, zei hij van, kind, kijk recht in mijn ogen. Ik ben niet aan het dementeren, ik ben helemaal compassmentisch en ik ga je nu vertellen hoe mijn bezoek aan mevrouw Klompé is geweest. Want wat was er gebeurd? Hanno vond het zo onrechtvaardig dat hij jarenlang moest aflossen, dat hij schuld maar bleef staan, terwijl hij wilde studeren. Hij wilde naar de avondschool, maar daar was geen geld voor. Dus hij schreef een brandbrief aan minister Klompé en tot zijn grote verrassing werd hij uitgenodigd op het ministerie. En hij vertelde dat hij recht tegenover haar zat en dat hij er eigenlijk maar een ongelooflijke kille vrouw vond. Want hij zei, wat kan ik hier verder aan doen? Hij zegt, de Nederlandse burgers in Nederlands-Indië hebben de oorlog niet verklaard aan Japan. Dat heeft toch echt koningin Wilhelmina gedaan. Al die ellende met Sukarno. En is het onze schuld dat we tot twee keer toe gewoon zwaar, zwaar benadeeld zijn en ons leven tot twee keer toe helemaal vanaf nul weer op orde moeten krijgen? Het enige wat Klompé zei, u moet betalen. En toen zei hij, waarom moeten alle Indische Nederlanders dan betalen? Geef me nou toch eens een keer een uitleg waarom dit moet. En dit was het antwoord van Klompé. En toen ik dat genoteerd had, toen dacht ik, grotere belangen? Wat bedoelt ze? Politieke belangen? Lijkt me sterk. En langzamerhand kwam ik erachter dat het om financiële belangen gaat. Onder deze opvang
Onder dit compleet gestroomlijnd, geframed verhaal, even framing als een moderne, even een modern begrip om je op los te laten, ligt een beerput die haar weerga niet kent. Het gaat om geld dat vertegenwoordigd wordt door die grote groep van 380.000 ontheemde Nederlanders. En uiteindelijk kwam ik tot een reeks van 9 claims. En de eerste is een kleine claim, relatief klein. Het gaat over het smarte geld voor de dwangarbeiders aan de Birma-Thailand-spoorweg. Die beruchte Birma-spoorweg is verkocht aan Thailand. Daar is geld bij vrijgekomen. En een deel van dat geld werd geoormerkt als smarte geld voor alle geallieerde dwangarbeiders. En daar hebben zo'n 18.000 Nederlandse mannen aan gewerkt. En ik heb dit element, eigenlijk deze claim, heb ik verwerkt in een documentaire die afgelopen jaar in première is gegaan. Ik laat u de trailer van de documentaire De Vergeten Krijgers zien. Belanda Hitams heten ze, zwarte Hollanders. Afstammelingen van West-Afrikaanse mannen die in de handelspost Elmina in het huidige Ghana, in het kasteel St. George, ingeschreven werden voor de militaire dienst in Nederlands-Indië. Veel van de in totaal 3000 zwarte Hollanders waren vrijgekochte slaven. Geroofd uit het gebied dat nu Ghana, Burkina Faso, Mali, Togo, Benin en Nigeria omvat. En van Moermijn werd ik getransporteerd naar de eerste krijgsgevangenschap, basiskamp Tambasaya. Dat is in Burma. De invasie van de buitengewesten was op 10 januari begonnen. Op 1 maart had de vijand de laatste verdedigingslinie bereikt. Hoe verder wij het oerwoud ingingen, want dat wordt een en al oerwoud, hoe slechter de omstandigheden werden. De voeding werd ook minder. En dat maakte dat hoe langer hoe meer zieken kwamen. Je kon aan het gegil van de patiënten horen waar de patiënt bezig was. Ze waren eigenlijk allemaal ten dode opgeschreven. Zij hadden de plicht om elke krijgsgevangene van Nederlands-Indië, om die op te zoeken en aan de man of aan zijn nazaten de compensatie te geven. De complexiteit zit er met name in dat de overheid op dit moment niks doet en wij dus moeten halen. Ik vind dat wij dus, de overlevenden van die auto, eigenlijk niet op de juiste manier zijn behandeld. En dat zit niet goed. Nou, goed nieuws. Die eerste claim wordt binnenkort voor de rechter gebracht. Er zijn zo'n 2500 aanmeldingen voor deze claim. En de Taskforce Indisch Rechtsherstel, die ik 2 jaar geleden heb opgericht. En daar voor het overige los van staan, want de stichting opereert geheel zelfstandig. Gaat daar mee aan de slag. En zo is er een andere claim die volop in het nieuws is. En ik kreeg net echt werkelijk een uur geleden bericht dat de overheid heeft laten weten dat deze miljardenclaim niet uitbetaald gaat worden. Dit gaat over de backpay. Het gaat over 82.000 ambtenaren en militairen die hun gederfde loon over 3,5 jaar Japanse krijgsgevangenschap en pensioenopbouw nooit uitbetaald hebben gekregen. En het gaat maar door. Ieder 10 jaar, iedere 20 jaar is er weer een oprisping en wordt dit aangevochten. Want wat zegt de Nederlandse overheid? Nee, dit kunnen we niet uitbetalen, want wat er is gebeurd bij die onderhandelingen destijds met de Nieuwe Republiek Indonesië, is die schuld van destijds 1,6 miljard gulden overgeheveld naar Indonesië. Zo is het nou eenmaal. Het spijt ons, wij kunnen er niks aan doen. Met andere woorden, volgens het betoog van de Nederlandse overheid zou die schuld overgedragen zijn aan president Sukarno en die zou vervolgens zijn eigen vijanden moeten gaan uitbetalen. En omdat het maar door blijft gaan, ben ik op een gegeven moment gaan zoeken. En wat kom ik tegen in een archief? De zogeheten vermogensbalans. Die bestaat uit 3 delen. Dit is eigenlijk het kasboekje voor de overdracht van de soevereiniteit van Nederland aan Indonesië. En er staan een aantal posten. En ik heb even post nummer 5 heb ik aangegeven. Want in eerste instantie zou je denken, dit zijn die kosten die Indonesië dient te betalen aan Nederland. Maar die postoorlog die slaat helemaal niet op die backpay. Die gaat over de inzet van de legermacht tijdens de politionele acties. Nederland heeft werkelijk geprobeerd om die kosten te verhalen op Indonesië. Dat even in de zijlijn. Maar waar ik ook zocht in die vermogensbalans, de backpay staat er niet op.
En volgens mij kan je betogen dat als er geen schuld overgedragen is, dat die schuld nog steeds bij Nederland ligt. Dus die staat ook voor de komende tijd op de rol. En dan wilde ik nog eventjes kort inzoomen op een andere belangrijke, en dat zou wel eens de echte klapper kunnen worden van al die openstaande claims. Als het gaat over het vermogen van de Javase Bank, een van de rijkste banken in Zuidoost-Azië ten tijde van de Japanse invasie. Dan werd er altijd gezegd, nee joh, dat goud dat is door de Japanners gestolen. En dat hebben we nooit meer terug kunnen krijgen. En ik vroeg me altijd af, is dat zo? Want ik kwam getuigenissen tegen dat er helemaal geen goud meer op Java te vinden was op het moment dat de Japanners op het hoofdeiland landden. En zo is er onderzoek gedaan, ook door medewerkers van het NIOD. En was de conclusie, we hebben niets kunnen achterhalen. Dus het spijt ons, we weten absoluut niet, we kunnen gewoon niet met zekerheid stellen dat goud beschikbaar is. Maar wat haal ik 3 jaar geleden omhoog in een archief in Amerika? Een overzicht van de goudvoorraden van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Datum 13 juni 1942. Nederlands-Indië is dan 3 maanden bezet. En kijk naar die post die ik even aangegeven heb onder het kopje Asia. $135 miljoen. De koers van de dollar was op dat moment $1 versus 3,8 Nederlandse guldens. Het goud was vlak voor de invasie van de Japanners weggesluist. En net zoals heel veel landen, wat u ziet in dit overzicht, heel veel Europese landen, Zuid-Amerikaanse landen, hebben hun goud in veiligheid gesteld bij de Federal Reserve, wetende dat ze, wanneer de oorlog afgelopen was, het goud uit die kluizen konden ophalen. Heel eventjes nog, u ziet in het eerste rijtje ziet u Netherlands, de Nederlandse bank, Netherlands, Royal Netherlands Government staan en ook Suriname, Surinaamse bank, dat zijn natuurlijk ook die posten horen daar ook bij. En Zuid-Amerika, Curaçao, Curaçaose bank. Al dat goud, wat natuurlijk van Nederland en haar overzeese rijksdelen was, lag veilig gestald in de kluizen van de Federal Reserve. En ik vond het onthutsend om dit overzicht te vinden. En wat gebeurt er? In maart 2014 komt opgevangen in Andijvielucht uit. In november van hetzelfde jaar krijg ik bericht dat er een goudtransport uit New York naar Nederland onderweg is. En hey, is dat niet toevallig? De waarde van het goud wat naar Nederland wordt gebracht naar de kluizen van de Nederlandse bank is bijna gelijk aan het bedrag wat ik gevonden heb, inclusief indexatie. Maar wat zegt de Nederlandse overheid? Dit is een handelsoverschot. En ik zeg, het is goud wat buiten de boeken is gebleven. En het vertegenwoordigt bank- en spaartegoeden en de inleg van pensioenpolissen en een groot aantal verzekeringen. Daar gaan we het op een later tijdstuk nog over hebben. Want wat ik u wilde meegeven is dat er 9 claims zijn, waarvan er 8 overerfbaar zijn. En nu is er 1 claim die dat niet is. En dat gaat over een vreselijk hoofdstuk. Dat gaat over wat de Japanners gedaan hebben met vrouwen en meisjes tijdens de bezetting. Een systeem opgezet van bordelen, waarbij vrouwen werden weggehaald om de Japanse soldaten tot gerief te zijn. Omdat de redenering was, zolang de soldaten tevreden zijn, wordt er op grote schaal doorgegaan met het voeren van een oorlog. En is het ook een methode om met name geslachtsziektes tegen te gaan. Nou, is dit een verhaal wat ook om de zoveel jaren naar boven komt? De onthutsende conclusie in het nieuwe boek wat ik aan het einde van dit jaar hoop te publiceren, is dat de geallieerde krachten al lang wisten tijdens de oorlog wat de Japanners deden. Dus het was absoluut geen nieuws dat na de oorlog naar buiten kwam. En toen het in 1991 opeens wereldnieuws werd, omdat er een Koreaanse vrouw, Kim Hak-soon, voor het eerst naar buiten trad, toen lag de wereld ook in shock. Maar het was in feite al op grote schaal bekend. En het werd nog belangrijker toen in het voetspoor van Kim Hak-soon de Nederlandse Jan Ruff O'Herne, die in Australië woont, haar verhaal deed. En op dat moment keek iedereen naar Nederland en werd de Nederlandse overheid gedwongen om inzage te geven, om te publiceren over de situatie in haar voormalige kolonie. En wat werd er gepubliceerd? Een rapport van 18 kantjes, waar het grootste gedeelte van al het bewijsmateriaal wat ik in en ver buiten Nederland gevonden heb, niet genoemd wordt. En waar ook geframed wordt. Waar wordt gezegd, met zekerheid 65 slachtoffers en waarschijnlijk 300. Nou, doen we even een rekensommetje. 400.000 Japanse militairen, inclusief marinepersoneel. En de ratio, de verdeelsleutel, is 1 vrouw voor 20 soldaten. Wie kan er heel snel hoofdrekenen?
20.000. Minimaal 20.000 slachtoffers. Daar kom ik op uit. En van 26 nationaliteiten. Heel veel nationaliteiten zijn witgewassen. Er wordt niet gepraat over de Molukse slachtoffers. Er wordt niet gepraat over Timorese, over Papua. Niet over Amerikaanse vrouwen op Nieuw-Guinea. Niet over Brits, Frans. Het gaat maar door. Dus als je het hebt over framing, dan is dit voorbeeld ook wel heel erg typerend daarvoor. Ik wilde u meegeven dat dit jaar een heel erg spannend jaar gaat worden. De taskforce in het rechtsherstel is op stoom aan het komen. En wat we eigenlijk gewoon gezamenlijk hopen is dat het eindelijk zover is. Dat duidelijk gaat worden dat er een reden is waarom die grote groep, de grootste groep ontheemde ooit die naar Nederland is gekomen, zo gemarginaliseerd is, zo weggeduwd naar de zijkant. En dat er een reden is dat er steeds zo'n clichéverhaal wordt verteld. Oh, het zijn zulke lieve mensen. En wat kunnen ze goed koken en dansen. Ja, tuurlijk joh. En dat gaat maar door. Iedere keer hetzelfde. Op het moment dat de Pasar Malam tegenwoordig Tong Tong Fair begint, altijd weer diezelfde verhalen. Het is heel veel buitenkant. Het gaat over koken. En begrijp me niet verkeerd, ik ben dol op eten. Maar er is nog een andere kant. Er is nog een verhaal onder die framing van geruisloos geïntegreerd en zo voorbeeldig. Je kunt dit als een. Natuurlijk kun je dit, en dat heeft de Nederlandse overheid gedaan. Je kunt het als een verhaal van een ideale bevolkingsgroep die zich geruisloos heeft aangepast, kun je vertellen. Maar je moet eerlijk zijn. Je moet ook vertellen wat daaronder ligt. Dus dat is wat er de komende tijd staat te gebeuren. En als u nieuwsgierig bent geworden naar dat beeldmateriaal wat ik vertoond heb, maak gerust een afspraak hier bij Beeld en Geluid. Want het is echt schatgave. Het is echt fantastisch om die oude polygoonjournaals, om die reportages en voorlichtingsfilms te bekijken. En laten we gezamenlijk direct het glas heffen en proosten op dit nieuwe jaar in de hoop dat die grote onrechtvaardigheid eindelijk rechtgezet gaat worden. En dat het verhaal over die Indische repatriëring nu eindelijk ook ten volste begrepen wordt en gecommuniceerd wordt. En ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Griselda, heel erg bedankt voor je lezing. Graag gedaan. Zoals ik eerder aangaf, zal er nu tijd zijn voor een Q&A met Griselda. Mijn collega Marije en ik zullen rondlopen met de microfoon om wat harder te laten horen. Ik zou wel graag willen aftrappen met een vraag, Griselda. Wat was namelijk altijd de rol geweest van de media, van de journalistiek in dit hele verhaal? De media hebben zich heel erg koest gehouden. Die hebben zich eigenlijk op een hele bijna serviele manier opgesteld door alles wat de overheid communiceerde, tijdens persreisjes of bij communiqués, letterlijk over te nemen. En ook al wat ik aangaf bij bijvoorbeeld die verslaggever van de VARA, heeft niet doorgevraagd. Dus je zou eigenlijk in de jaren, ook al is de jaren 50 ook een schoolvoorbeeld van dat autoriteit zo belangrijk was, dat er echt met respect naar boven, naar de overheid werd gekeken, zou je toch een wat meer kritische grondhouding verwacht hebben. En dat is helaas niet het geval geweest. Nee, het opmerkelijke was, oorspronkelijk ben ik gebeld door het Nationaal Archief of ik in opdracht van hen het boek wilde schrijven. Omdat zij zich ook verwonderden over het feit dat nooit te boek gesteld is. Nou, uiteindelijk is dat met een grote klap uiteengegaan, omdat ik de epiloog over de claims van hen niet mocht publiceren. En is het contract ontbonden. Maar het is wonderlijk, want het was in 2009 dat ik gebeld werd met die vraag. Moet je nagaan, hè? Zo lang na die jarenlang durende opvang. Dat er toen pas een vraag kwam van wat is hier nou daadwerkelijk gebeurd. Zijn er nog meer vragen, die brandende kwesties, die onder u leven? Wat ik niet begrepen heb, mijn vader heeft meegedaan aan de eerste politionele actie. En toen hij in 1948 opnieuw werd opgeroepen, kreeg hij een berichtje van dit betekent niet dat u een Nederlandschap hebt. En dat begrijp ik dan niet. Daar wil ik straks heel graag met u over doorpraten. Maar waarschijnlijk gaat het erom dat uw vader zich wel heeft ingezet aan de Nederlandse kant, maar dat hij daar geen rechten aan kon ontlenen. Ja, en dat past dan ook wel weer. Ik neem een voorzetje, want ik heb de papieren nog niet kunnen inkijken. Maar dan ook waarschijnlijk dat de overheid ook dacht van, maar er kan geen sprake van zijn dat je naar Nederland komt. Waarschijnlijk. Maar wel typerend inderdaad. Nog een vraag.
Ik vroeg me af, het is natuurlijk bekend dat Amerika en de Verenigde Naties druk gingen uitoefenen op het kabinet en op de koningin. Je zei, de Nederlandse journalisten waren niet kritisch. Waren er vanuit het buitenland, ben je dat in je onderzoek tegengekomen, dat er buitenlandse journalisten waren die wel kritische vragen hebben gesteld? Nee, nee, ik kan het gemist hebben, maar het werd niet... Het was geen onderwerp van aandacht voor de buitenlandse pers. Het ging met name om die situatie, hoe Nederland in die periode van decolonisatie met haar kolonie omging. En eigenlijk wat de Nederlandse overheid heeft gedaan toen dit verhaal afgelopen was in 1970, toen heeft ze onder meer dat materiaal van Carl Nowak gebruikt, en dat heeft ze uitgebreid met nog andere reportages. En daarmee is ze eigenlijk de hort opgegaan door bijvoorbeeld tegen Frankrijk en Duitsland en Engeland te zeggen, kijk, zo gaan wij met onze mensen om. Dus dat hele gestroomlijnde, geframede verhaal, dat werd op die manier werd dat gepropageerd. Wacht even. Oh, wil je? Ja? Nou, het wonderlijke is dat ik een verhaal heb gelezen dat de Nederlandse ministerie van Oorlog destijds het bericht heeft gekregen van hou maar op met die oorlog, want jullie verliezen hem toch. En als je nu met stopt, dan wordt daar verder niet mee ingegaan. Maar uiteindelijk betekent het gewoon dat de Nederlandse militairen daar gewoon kanonnenvlees werden. Ze hadden geen kans om die oorlog te winnen. Dus vandaar dat ze meteen zijn meegegaan met het ontruimen en het beëindigen van de oorlog. Dat zou heel goed kunnen. En ja, u refereert aan die politionele acties, toch? Die inzet. Ja. Ja. Ik ben daar niet heel erg in thuis. Ik bedoel, dat hele grote onderzoek, dat vierjarige onderzoek, dat gaat natuurlijk nu lopen. Oh, ja. Ik ben benieuwd. Nou, ik denk dat we allemaal wel weten dat het natuurlijk structureel geweld was en niet incidenteel. Maar om even concreet op uw vraag terug te komen. Ja, ik denk dat het inderdaad een hopeloze inzet is geweest, toch? En dat het ministerie van Oorlog destijds gewoon heeft bekend van ja, we stoppen ermee, want het heeft geen zin. Ja, maar het geeft ook wel aan hoezeer Nederland vast wilde blijven houden, toch? Hè? Ja. Aan dat windgewest, wat het in feite was. Ja, zeker wel. Ja. Ja. Dank u. Als er nog andere vragen... Ja. Ja? Oh. Ja, daar ben je. Hallo. De kleinzoon. Nee, ik heb twee vragen eigenlijk. Maar één gaat over aantallen. Ook omdat ik daar zelf altijd tegenaan loop. Je noemde 380.000 ontheemden. Later in je verhaal zie je 250.000 Indische Nederlanders. Ja. Toen verwees je naar een gesprek tussen de ministers of de regering. Werd dat aantal van 250 ook in dat gesprek genoemd? Heb je schattingen. Want dat is inderdaad ook waar ik altijd... dan is het 250, toen werd het 350 en nu 380. Dus natuurlijk, dat fluctueert. En het punt is ook van... Er werd in eerste instantie alleen naar Indische Nederlanders gekeken. Er werd ook nog niet gekeken naar de gedwongen komst van de Molukse knulmilitairen. Maar mijn vraag is eigenlijk, is er een document of zijn er bronnen waarin echt een aantal genoemd wordt? En dat heb ik tot nu toe zelf nooit kunnen vinden. Nee, ik ben van alles tegengekomen, ook inderdaad in notulen van ministeries. En het is bij benadering, schatting. Het CBS zegt ook inderdaad dat... Ja, het CBS heeft het probleem dat ze Indonesisch niet van Indisch kan onderscheiden. Ja. Dus daar ga je ook al de mist mee in. Serieus, ja. En dan, waardoor hallo Indisch Nederlanders even allemaal hand opsteken als je die afstamming hebt waar wij allemaal nog steeds als allochtoon te boek staan. En dan nog een vraag over de rol van de media. Dan eigenlijk niet de media toen, maar de media nu. Mm-hmm. Want jij had natuurlijk met dat document, dat goud in de kluis, dat het ontdekt is. En dat daar ook nog een goudtransport naar Nederland plaats heeft gevonden. Ja. Hoe is dat opgepikt door de media? Niet. Ik heb er twee keer over kunnen publiceren. En zoals wel vaker, dat is wel interessant wat je nu aankaart. En dat zal jezelf ook heel erg bekend voorkomen. Het staat niet op de radar bij heel veel media. En het typerende is toen een aantal boeken uitkwam, dat er wel werd over gepubliceerd, bijvoorbeeld in de Volkskrant of in Trouw, maar het ging steeds mis. Het ging steeds over, wat was de term? Ben ik het even op slag kwijt. Niet over repatrianten, het ging over Indiëgangers. Het gaat steeds over Indiëgangers. Dus ik moest de redactie, als het al te laat was en die kop van het artikel was al verschenen, moest ik zeggen, Indiëgangers zijn uitgezonden Nederlanders. Het gaat niet over Indiëgangers. Het gaat maar ten dele over Indiëgangers, want die hebben natuurlijk ook in de zorg gezeten. Het is net of het een soort onzichtbare muur is waar je niet doorheen breekt. Maar mijn vriend Peter is ook aanwezig en die heeft op een gegeven moment historische woorden uitgesproken. Misschien moet je dat verhaal over die opvang gewoon compact vertellen. En laat je de cijfers het woord doen.
Zodra het over geld gaat, dan heb je ieders aandacht. En ik denk dat dat de route is die we moeten volgen. Het geld wat al die claims vertegenwoordigen. Ja, u zegt het gaat over geld, maar ik wou daarvoor eigenlijk u een geweldig compliment maken. Ik ben enorm verrast met de empathische wijze waarin u dit hele probleem schetst. Mijn ouders zijn in 1948 teruggekomen, zijn opgevangen door hun ouders. Dus ik in mijn voorgeschiedenis ken die opvanghuizen niet, maar daar werd wel over gesproken. En het is exact het verhaal wat ik thuis hoorde, wat u hier vertelt. Dus ik vind het verbazingwekkend, ik vind het fantastisch om het mee te maken. En ik wil graag u stimuleren, ga ermee door. Niet zozeer, nee, maar wij allemaal, niet zozeer om het geld wat er eventueel nog te goed zou zijn. Mijn vader heeft ook aan de Burma Spoorweg gewerkt. En mijn grootvader is als genationaliseerd, of hij was Duitser, maar werkte in Indië. Ja. Is door de Nederlanders in het kamp gezet, omdat hij van oorsprong Duits was. En is daar overleden. Maar ik breek een lans voor ons allemaal, want wij maken ditzelfde probleem opnieuw mee. De Nederlander herkent niet de zorgen van de mensen die uit het buitenland binnenkomen. Die onze empathie nodig hebben. Die onze steun nodig hebben om hier te aarden, om hier begeleid te worden, om een nieuw bestaan op te bouwen. Exact dat. En dat is ook, dat vond ik ook zo fantastisch dat u het opmerkt. Ik heb ook, dat is inderdaad, dat vond ik ook inderdaad een trieste conclusie. Was dit verhaal wel eerlijk gecommuniceerd, dan had er ook lering uit kunnen worden getrokken. Want wat ik ook, en dat heb ik even buiten het bestek van de lezing gelaten, maar wat je eigenlijk ziet op het moment dat die opvang in 1970 voor de Indische gezinnen afgelopen is, dan zijn het grotendeels dezelfde opvanghuizen waar bijvoorbeeld de eerste lichting gastarbeiders uit Marokko, Turkije, Kaapverdië, Spanje worden opgevangen. Het zijn precies dezelfde pensioens. En het gaat maar door. Je ziet steeds weer dat de Nederlandse overheid het wiel opnieuw aan het uitvinden is. En je vraagt je toch af, als dit panklare voorbeeld er ligt, moet je wel eerlijk zijn, moet je natuurlijk ook over de kosten praten. De schulden die opgelegd zijn. Maar er had zoveel meer. Ja, mensen hadden er veel, veel meer profijt van gehad. En hadden er ook echt de goede lessen uit kunnen trekken, inderdaad. Maar ja, u begrijpt nu ook van waarom dit verzwegen is. Hè? Dat is natuurlijk een duidelijke reden. Er is nog een vraag. Helemaal aan de achterzijde. Hallo. Ja, dank u wel. Een heel herkenbaar verhaal. Mijn moeder is de afgelopen jaren overleden. Ze was van 1936 en ik herken haar verhalen. Ze zijn in 1954 in Nederland gekomen. En het verhaal van die schulden, dat strekte zich niet alleen uit tot de echtgenoten, maar ook tot de kinderen die gingen werken, ook van mijn moeders salaris als naaister in een atelier ging 60% naar die schuld. Daar is natuurlijk een aantal jaren geleden een compensatie voor gekomen, het gebaar. Ja. En mijn vraag is eigenlijk of u vindt dat met dat gebaar, in ieder geval die claim, ook wel afgedekt is. Voor mijn moeder, zeg ik erbij, was dat wel zo. Ze heeft het ook daarmee afgesloten. Ze was daar heel positief over. Er was heel veel verdriet onder, maar die erkenning van de overheid van nou, dat hebben we niet goed gedaan, dat heeft haar goed gedaan en daarmee was het voor haar klaar. Dus ik vroeg me af op die specifieke vraag of u vindt dat nog speelt. Dank voor uw vraag. Het gebaar vind ik een grote schande, kort door de bocht. Wat er gebeurde was dat de delegatie die onderhandelde, het Indisch platform, wat mandaatloos is en wat eigenlijk gewoon aangesteld is door voormalig minister-president Lubbers, bestond eigenlijk uit een stel lakeien die het fantastisch vonden om aan tafel te zitten met de Nederlandse overheid en die hebben zich volledig laten wegspelen. En dus die 365 miljoen gulden bij elkaar, dus 350 miljoen voor als een gebaar en dan nog voor collectieve doelen, is harteloos. En wat het zo ongelooflijk triest maakt, is dat uit noodhulen blijkt, interne noodhulen, dat minister Zalm zich met hand en tand verzet heeft tegen het uitbetalen van dat bedrag. Die wilde niet hoger gaan dan 250 miljoen gulden. Waar heb je het over? En het ergste vind ik dat er op een verkeerde manier onderhandeld is. Omdat het Indisch platform stelt dat het een compensatie was voor de kille ontvangst. En dit is 1999. Toen was er helemaal niets bekend over de opvang. En de overheid op haar beurt zegt, nee, dit is
niet voor de kinderontvangst. Dit is finale kwijting. Wij kunnen niet meer achterhalen hoeveel geld jullie bij elkaar allemaal kwijt zijn geraakt. Maar wij betalen je nu eenmalig 3000 gulden. En daarmee is het en daarmee staan we kiet en hoeven het nergens meer over te hebben. En op het moment dat je dat realiseert, dat er dus een soort steekspel met woorden en een raar soort metataal gebruikt wordt, dan denk je, dit verhaal klopt niet. En er is ook heel veel druk op gezet om zo snel mogelijk dit af te ronden. Terwijl ik denk, er is niet onderhandeld met de juiste partij. Sowieso, dat Indisch-platform heeft een hele dubieuze positie bij al die onderhandelingen. Maar ik wil heel graag benadrukken dat wanneer ik vol inzet op die claims, dat u het geld vooral moet zien als middel tot erkenning. Er zijn zoveel mensen die zich aangemeld hebben voor de verschillende claims die voorbereid worden. En die zeggen van, joh, als ik het krijg, ik doneer het voor een goed doel. Het boeit me allemaal niet. Weet je, maar het gaat erom dat dit wel gesetteld moet worden. Is nog tijd voor een paar vragen? U heeft een luide stem, dat is heel fijn. Een heldere stem. Ik vind uw verhaal ook fantastisch. Ik vroeg me af, omdat u nu het Indisch platform noemt en u noemt de weinig kritiekloze houding van journalisten. U bent zelf een bevlogen onderzoeker, maar toch komt het blijkbaar in de kranten niet over als u daar publicaties over hebt. Wat moeten wij nou hiervan leren? Hoe moeten we het dan wel beter doen? Nou ja, ik zou zeggen, hoe kunnen we de mensen dan juist beter bereiken met uw verhalen? Nou, ik zou zeggen, ja, verspreid het woord. Dat zou in eerste instantie zijn. Maar wat ik al aangaf is van, uiteindelijk, dus dat hele complexe verhaal over die opvang. Ja, daarvan denk ik van, dat wil ik met liefde blijven vertellen. Maar daarvan denk ik van, misschien moet ik dat eventjes parkeren. En is het juist inderdaad dat je middels die claims, dat je kunt aangeven van hoeveel er eigenlijk gewoon in kas is gehouden. En die... Echt die grote onrechtvaardigheid om dat te communiceren. Misschien is dat iets makkelijker om het over het voetlicht te krijgen. En ik merk op het moment dat het over die claims gaat, dat ik opmerkelijk veel collega's aan de lijn heb. Dus misschien is dit de route. Ja, zet door. Zeker, dank u. Nog een vraag? Ja. De microfoon komt naar u toe. Gezien de tijd is er nog tijd voor één vraag. Eén vraag nog. Okay. Ja. Okay. Nu heb ik het over de financiële kant gehad, maar de overlevering van de trauma's. De overlevering? Ja, dat is een... trauma's? Ja, wat inderdaad. Wat doorgegeven wordt, want de eerste generatie was potdicht. Ja. En alles goed punt. Wat niet begrepen werd, wordt de tweede generatie wat doorgegeven werd. En waardoor een bepaalde issues kregen in de maatschappij en zo. Exact. En dat is een heel erg belangrijk punt, want dat stipte ik ook al even aan. Hè. En dat weten we natuurlijk allemaal. Het waren oorlogsevacuees die... En die met verschrikkelijke herinneringen uit die oorlog en bezetting zijn gekomen. En trauma bestond, dat woord bestond nog helemaal niet. Dat is pas in de jaren 60 is dat langzamerhand ook vanuit de psychiatrie en is dat eigenlijk benoemd. En zijn er natuurlijk nieuwe behandelmethodes zijn ontwikkeld. En ja, wat u schetst is natuurlijk ook zo ongelooflijk belangrijk. Van die repressie ook binnen gezinnen, waar kinderen onder geleden hebben. Wat ook weer door kan werken op kleinkinderen. En dat zijn elementen waar ik graag over lees. Ik heb het heel even aangestipt, of het komt heel, in sommige interviews komt het wel naar boven, maar het is, daar mag ook eigenlijk wel wat meer aandacht voor zijn. Ja, ik ben fotograaf en ik heb ongeveer 100 mensen geportretteerd. Wat ik heb gemerkt, dat sommigen die hebben zich geconfirmeerd en hebben hun leven opgepakt. Maar sommigen zijn er nooit overeengekomen en zijn erin gebleven. En dat is doorgegeven door de eerste generatie naar de tweede. En ja, zover dat daarmee is omgegaan. Precies. Want dat vind ik wel heel, heel treffend. Van het feit dat dit hele verhaal over die enorme die omvang van de groep die hier kwam. En de menselijke noden, de persoonlijke, het verdriet, de pijn. Dat het eigenlijk... gelijk met het verhaal over die opvang gelijkgestreken is. Ja, of gladgestreken is. Er is geen erkenning. Er is, er is geen oog voor geweest. En het is ook nooit erkend. Omdat er werd op een vrij botte manier door de Hollandse bevolking gereageerd. En dat komt ook in heel veel verhalen terug. Dat zult u ook hebben meegemaakt. Dat er werd gezegd, nou ja, hoezo hebben jullie geleden in die kampen? Wij hebben hier in Nederland geleden, want we moesten bloembollen eten. Dus al dat soort dooddoeners en iedere keer... En jullie hadden het warm, jullie zaten in de zon. Ja. Nee, maar wat ik duidelijk wil maken, je moet het zien in het grote geheel. Er is we hebben eigenlijk zo'n leer moeten trekken. Hè? Want er is nu de Syriëgangers, zwaar getraumatiseerde kinderen. Exact.
En er is ook nu, er zijn er geluiden van familieleden die zeggen van laat de kinderen maar terugkomen, maar je weet niet hoe ze terugkomen. En het is, je moet denken in de investeringen in de toekomst. Dat, ja. En wat u zegt en wat u ook aangaf, compassie, gewoon je hart proberen open te stellen. En voor heel veel mensen die eigenlijk heden te dagen zeggen van ja, dan gaan we dezelfde kant op. Heel veel mensen die boos reageren en zeggen ja, maar al die vluchtelingen uit het Midden-Oosten, die krijgen hier ook alles gratis. Dat is niet zo. Zij moeten ook terugbetalen. Dus dan denk je van, oh wacht, is nou precies hetzelfde weer gaande? Dat mensen nog steeds niet beschikken over de correcte informatie. Al even de feitelijkheden die bij zo'n opvang horen. Maar ik vind het een goed punt wat u maakt inderdaad. Okay. Van dat, en als je, dat is eigenlijk wel misschien ook wel het slotwoord. Als je niet scherp blijft, dan blijft de geschiedenis zich herhalen in feite.